Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door restaurant Ves. Het restaurant in Rotterdam, gespecialiseerd in de traditionele Marokkaanse keuken. Salah Din. Alles goed, Salah jongen? Salah Din. Assalamu alaikum. Alles goed? Goed, ciao. Lang geleden. Ik heb jou voor het laatst gezien in 2009 of zo? Ja, 2009. We halen 7 jaar terug, man. Ja. Ja, man. De tijd is hard gegaan. Ja. Ja, oké. Okay. Ik hoor opeens allemaal dingen van jou. Dat je bent gestopt met rappen, dat je dingen niet meer doet. Ja. Wat is er dan aan de hand? Ik heb gekozen om te stoppen met muziek maken. Mm-hmm. Ik ben niet gestopt met schrijven. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk meer op zoek naar een nieuwe format om daar mezelf in te uiten. Ik had gelezen dat het onder andere ook religieuze redenen waren dat je gestopt bent. Dat je zei, ik las letterlijk dat je dat niet meer kon rijmen met je geloof. Het muziek maken zoals je deed. Kun je dat iets meer toelichten voor de mensen thuis? Ja, nou, ik bedoel, het is voor mij altijd in de opvoeding geweest dat muziek eigenlijk verboden was. En je mag wel muziek maken in bepaalde kringen met bepaalde instrumenten. Mm-hmm. Dat zijn echt hele specifieke instrumenten. Mm-hmm. En voor mij is het ook meer dat ik ervoor heb gekozen omdat de muziek die ik maak, ja, dat is toch muziek waar je toch in een bepaalde wereld begeeft. Waar drank, drugs, seks... Daar ken je niet omheen. Sodomie, al het negatieve, zeg maar, heerst. En dat beïnvloedt mij ook. Dus ik bedoel, ik ben zelf niet een heilig mannetje geweest. Maar ja, ik weet dat ik daar gewoon heel gevoelig voor ben. Als ik vandaag alcohol drink, dan zou ik kunnen zeggen van, ik stop morgen. Mm-hmm. Dan is dat benieuw bindelen. Ja. Maar als ik morgen stop met muziek maken, gaat je muziek door? Dan gaat de muziek door. En dat is het gevaar en de verslaving aan de muziek is dat het... Ja, toch een hele grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dat als je het zelf wilt stoppen, dat het gewoon nog doorgaat. Vandaar dat ik ook heb gezegd, luister ook niet meer naar mijn muziek. Ik waardeer de steun en ik waardeer de fans. En ik weet je, door al die jaren heen. En jullie zullen me zeker niet missen. Mm-hmm. Maar ik zal het gewoon op een andere manier gaan brengen. Dan gaan we eigenlijk naar het format waar ik je voor uitgenodigd heb. Ik laat jou fragmenten zien. Ja. En dan wil ik graag je mening over horen. Je kan het analyseren zoals jij het wil. Ik ben benieuwd. Oké. Het zijn twee Indonesische toeristen. Ja. Die waren aan het bidden op Centraal Station Amsterdam. Okay. En ze werden aangesproken door politieagenten. Ja. En ze gingen gewoon bidden op een willekeurig plek op het station. Ja. En je zag dat de agenten een beetje schrokken van... Oké. Ja. En die ene bidt gewoon door. Ja, en terecht. Wat je wel ziet in het beeld is dat je één ziet doorbidden. Ja. Dus die trekt zich eigenlijk helemaal niks van aan. Mm-hmm. Omdat hij gelooft in een hogere macht dan een politiemacht. Ja. En de andere, vriend, collega, wat het ook is, die legt uit van, hé, we zijn nu aan het bidden. En het kan best zo zijn dat hij zegt van, oké, nou, als die klaar is, dan ruimen we de boel op en gaan wij even trekken. Dus ik weet niet wat, ik hoor ook niet wat er gezegd wordt. Laten we een paar scenario's bedenken. Stel voor dat ze weg worden gestuurd. Zeggen ze van, luister, we willen niet dat jullie op Centraal Station Amsterdam gaan bidden. Vind je dat kunnen? Of... De huisregels zijn van het Centraal Station. Ja. Ja, dan zou je daar aan moeten houden. Ik bedoel, je wordt als moslim nog steeds niet beperkt, vind ik. Want uiteindelijk kun je nog steeds bidden. Het is niet dat ze zeggen, je mag thuis ook niet bidden. Kun je je voorstellen dat mensen schrikken van deze twee jongens? Nee, ik niet. Gewoon niet-moslims die dan loslopen? Ja, niet-moslims. Kunnen die schrikken van deze twee jongens? Ik zou niet zeggen niet-moslims. Ik zou zeggen eerder onwetend. Ja. Want niet-moslims, dat is wel ook weer een hele grote groep. Die wel weet wat er dan is. Ja, die weet gewoon van, oké, nou, die man is aan het bidden, niks aan de hand. Ja, ik bedoel, het is Amsterdam ook, hè. Waar praten we over? Dus... Zou jij het doen? Je denkt, oh, laatste komt er bijna aan, dat is nou door, ik heb nog maar 10 minuten tijd. Zou je bidden op Centraal Station? Ik denk het niet. Maar als je nu bijvoorbeeld op Zaventem gaat bidden... Ja. Ja? Ja, wat voor dynamiek zou dat opleveren? Zou je het doen? Of nu? Of zou je dan denken van, nou, met die aanslagen en zo, toch niet? Beïnvloedt het je? Beïnvloedt het me? Mij niet. Ik bedoel, ja, als ik echt weet van, oké, luister, ik weet gewoon, Aster is nu... Weet je, als ik straks moet vliegen met de Maghreb, wordt het niet, beter nu. Dan doe ik het. Ik doe toch niks verkeerds of zo? Ik bedoel, wat, ik bid. Ja. Ja, misschien zou ik in een andere format kiezen, dat als ik echt geen ruimte vind, dat ik dat dan wel zittend zou doen. Mm-hmm.
Maar goed, zo heeft iedereen zo zijn eigen manier, weet je, om dat te kunnen doen. Maar waarom ging je sowieso verdiepen in de islam? Ja, omdat dat mijn eigen achtergrond is. Ik dacht van, ik heb thuis basis meegekregen, maar ik wilde me verweren. Ik kon die mensen niet van repliek dienen. Dus ze vroegen me vaak van, heeft dit zoals jij die man net vroeg, heeft dit met de islam te maken? Ja. Ik wilde dat graag weten om ze antwoorden te geven. Ja. En wat vond je die godsdienst? Om eerlijk te zijn, ik kwam in aanraking met jongens die veel radicaler waren. Wat maakte dat van jou? Ging je anders kleden? Had je een ander contact met je ouders? Kreeg je andere vrienden? Hoe ging dat? Ik ging me terugtrekken. Ja, afkeer eigenlijk tegen het Westen. Want ik dacht, het Westen is bezig met mijn broeders en zusters te vermoorden. Maar waarom zijn die mensen die daar ergens... Waar dan ook? Waar waren ze het eigenlijk? Waar zaten jouw broeders en zusters in jouw idee? Gewoon in het Midden-Oosten. Maar deze jongens met wie ik in contact was, dat is heel opvallend, komen zelf uit België. Waren die sommige jongens van... Waren dat van de Sharia voor België? Maar toen waren ze nog een groep aan het vormen. Ja. Ze waren nog niet echt Sharia voor België. En waarom is het dan zo dat je zegt, ik ben in Nederland geboren, ik voel me een Nederlander, dat je mensen die onder misschien erbarmelijke omstandigheden leven in een ander land en moslim zijn, dat dan opeens jouw broeders en zusters zijn. En niet de mensen die hier gewoon met wie je wakker wordt en met wie maar je maar dat is nu met voortschrijdend inzicht. Ja. Dit zijn mijn medebroeders. Dus ik ben een Nederlander en ik hou van Nederland. Maar toen de tijd was het niet zo. Ik moest me verweren. Ik was de Nederlander in Marokko. Ik krijg hier de zenuw van als ik hier naar kijk. Ja. Pauw die vraagt aan hem van... Ja, met andere woorden. Met van hoe kan het dat een moslim in een ander land dat je broeder is en iemand... Ik denk dat Pauw het nooit zal begrijpen. Eigenlijk op de manier hoe Pauw die vraag stelde, kon hij dus eigenlijk niets anders zeggen dan van... Ja, nee, mijn broeders zijn ook hier hoor, weet je. Het was echt zo van, foei foei. Ja. Ja, maar dan denk ik mezelf, hey, wat bedoel je foei foei? Hoezo moet hij naar de pijpen dansen van Pauw? Hij kan toch op dat moment gewoon zeggen van, nee, ik voel mij verbonden met Nederland, maar ik voel me ook verbonden met moslims, waar dan ook. Weet je, het is toch niet of-of? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik denk dat de stijl is van Pauw om tv te maken. Op dat moment dan denk ik, Ja, het is ook Het is heel simpel. Er is een verbondenheid. Hè? Wij als moslims zijn, en of het nou in Palestina, of het nou in Zuid-Amerika is. Er is een directe verbondenheid, omdat wij hetzelfde aanbidden. En als ik dan naar zo'n Pauw kijk... 1. Hij is een tv-maker. Hij zit daar waarschijnlijk zelf zonder religie. Dus hij begrijpt religie al in het algemeen niet. Of heeft ervoor gekozen om niet de religie te volgen. 2. Hij moet het sensationeel maken voor tv. Er moeten woorden uitkomen. Plus je hebt te maken met misschien een jongen die zich niet zo goed verwoorden. Dus kan verwoorden. Dus... Je krijgt gesprek, je krijgt... Tuurlijk, dat begrijp discussie. Ik. Maar Pauw die zegt tegen hem van hoe komt het dat jij je verbonden voelt met andere moslims in andere landen? Ja. Alsof Pauw zich niet verbonden voelt met blanke mensen in Zuid-Afrika en Australië. Ja. Hij doet net alsof het raar is dat wij moslims, andere moslims in de wereld, als er iets wordt aangedaan dat wij dat erg vinden. Ja. Alsof als je zegt tegen Pauw van oké, luister, als er atheïsten of humanisten in Australië worden afgeslacht of wat dan ook, dan weet ik zeker dat hij dat ook ziet als een soort van... Ja, Frankrijk of een... Ja, die zie je dan toch ook als broeders in zijn humanisme of in zijn agnost. Zo bedoel ik, dus, maar hier zie ik die dan... Hier zie ik dan... De advocaat van de duivel. Dus, nee, niet eens advocaat van de duivel. Hier zie ik gewoon zwaar hypocriet gedrag. Het is inderdaad een hele onderhuidse vraag. Het is een vraag die eigenlijk een boodschap al met zich meebrengt. Van waarom je verbonden voelt met mensen aan de andere kant van de wereld. Dus dat voelt Pauw dus niks? Nee, blijkbaar niet. Nee. En die jongen heeft het blijkbaar ook niet door dat hij dat eigenlijk zo bedoelt. Ja, hij voelt misschien wat druk natuurlijk. En er zitten 1 miljoen mensen naar je te kijken. Dus ja, weet je, je bent al gespannen en er komt ook iets uit. Ik bedoel, ja, ik zit daar liever niet. En dat heeft er gewoon meer mee te maken. Is omdat je, het feit dat je daar al zit en of je de goede dingen zegt. Je wordt al hoe dan ook nog geframed, want je zit in het verkeerde programma. Want in deze tijd zou ik ook niet graag bij hem willen zitten. Daarom heb ik ook afscheid genomen van het wereldje. Dat ik gewoon weet dat het gewoon één grote poppenkast is. Weet je, en of het nou een Pauw is of een RTL Late Night. Het zit allemaal hetzelfde schuitje, weet je. Publieke omroep of commercieel. Ze moeten allemaal geld verdienen. En dat gaat alleen maar door sensatie te verkopen. Dat is de tijd waar we nu in leven. En dan kun je beter je eigen content creëren en je eigen dingen zeggen. Kijk, als zo'n jongen zijn eigen... had gefilmd en zijn verhaal had gedaan, dan had hij het misschien nog veel beter kunnen verwoorden dan dat het nu, zeg maar, hier zo wordt uitgezonden. Die kracht hebben wij nu, want je hoeft alleen maar een filmpje op te laden en je zet hem op YouTube en klaar. Weet je, en dan is het de mensen die het interessant vinden, die kunnen het doen, maar om het zo te gaan voeden, nee. Maar denk je dat heel veel moslims nog, dat het een beetje
Zo van, oeh, Pauw nodig me uit. Dat je zegt van je ego. Ja, dat heb ik nog steeds. Als die, toen ik beelde, dacht ik van, oh, oké, weet je wel. Ik voelde ook wel van, weet je, ja, je voelt je toch wel niet zozeer vereerd, maar je hebt wel zoiets van, oké, je hebt de mogelijkheid om weer wat te kunnen zeggen. Mm-hmm. Alleen, wat wil je eigenlijk zeggen? En komt dat hetgeen wat je gaat zeggen ook wel weer over? En misschien gaat het een hele andere kant op. Misschien kappen ze je af. Weet je wel, zit je met gasten aan tafel die je onder tafel lullen. Je weet het, dat weet je. We zijn niet meer afhankelijk van een Pauw. We zijn niet afhankelijk van een die. En als jij al miljoenen views hebt, dat is juist een moment om bepaalde dingen naar buiten te kunnen brengen. Dat je je jeugd kan aanspreken op bepaalde dingen. Dat je bijvoorbeeld ook interviews kan gaan doen. En dat je ook mensen kan aanspreken in je eigen doelgroep. De dingen wenst die jij wil dat dat naar buiten komt. If you want to look at examples of corruption, if you want to look at the exact opposite of a civilized society, travel to the Muslim world. Much of it. Hard for us to even be civilized in the parking lot of a masjid, for God's sake. The only time we're organized is when we have to be organized in sufuf, when salat is called. But outside of that, forget about it. We love quoting our history. We love quoting when the Muslims were at the forefront of invention, when they were leading the universities of the world. When Spain was a model for the world. We love quoting those things. What are you going to quote now? What have we done? What have we produced as a people? How have we contributed to the world? The only time we make it to the news is when we blow something up. As a matter of fact, I'm not even going to point the finger at the Muslim world, you know, the rest of the Ummah. Let's talk about Western Muslims for a moment. I know business owners that lie on their taxes. Yeah, but I don't want to pay the kafir. Really, you don't want to pay the kafir. You're selling beer. That your Islam didn't show up then, but all of a sudden your wala and bara showed up when you had to pay your taxes. We have such low moral standards. Such low moral standards. Why would somebody want to be attracted to Islam? The ayah that I want to share with you today is one of the scariest ayat in the Quran when it comes to this ummah. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا Our Rabb, do not make us a fitna. Do not make us a tribulation for those who have disbelieved. In other words, one of the meanings of that ayah is, Ya Allah, don't make us so wretched and so embarrassing a people, so far from the actual beautiful teachings of Islam, that when non-Muslims see us, they say, why would I want anything to do with Islam? Yeah, says enough. Dit was wel heftig, hè? Ja, is heftig. Heeft hij een punt? Punten. Punten. En hij scoort ook heel veel punten. Dus nee, wat hij zegt klopt ook. Ja, laten we het eerst dicht bij huis zoeken voordat we oordelen over anderen. Mm-hmm. Dus van weer helemaal terug te keren. Hè, en aan het begin is van, wij moeten onze eigen dingen ook zien om te ruimen. Als er iemand gecorrigeerd moet worden, dan moeten wij dat doen vanuit onze gemeenschap. En dat kan ook op een normale manier. Dus we moeten ook gewoon ook het boetekleed aantrekken? Ja. Ja. Wij moeten elkaar kunnen corrigeren. Niet straffen. Niet afgeven op elkaar, maar elkaar corrigeren. Elkaar kunnen, weet je, onderwijzen. Weet je, wij moeten dat doen. We moeten niet verwachten dat de andere mensen dat voor ons gaan doen. Weet je, want die andere mensen die doen het al voor heel veel andere mensen. En dan ben je ook maar een nummertje. Wij moeten dat doen. Willen wij verandering hierin brengen? Wat Nu'man Ali Khan zei, die zei van, als niet-moslim nu moslims ziet in deze tijd... Dan kom je tot de conclusie, waarom zou ik in godsnaam moslim willen worden of iets met moslims te maken willen hebben? Heeft je daar een punt? Nee. Nee? Voor mij niet. Maar het gaat er meer om, als ik nu kijk naar de situatie van nu en als ik kijk naar de gemeenschap, de islamitische gemeenschap, hoe die wordt geraakt. Ja, moet dat mij dan anders doen denken over de islam, want islam is al zo volmaakt voor mij. Dus als ik me dan moet laten beïnvloeden door de daden van de moslims, dat is iets anders, snap je? Dus ik kan me daar zelf niet door laten afleiden. Nee, maar goed, omdat je zelf moslim bent. Ja. Maar hij had het even over... Mensen die niet moslim zijn. From the outside, hij zei, laten we eerlijk zijn. Tuurlijk. Als je gewoon als objectief... Maar aan de andere kant, hij zegt wel wat, maar er zijn nog steeds elke dag zoveel moslims die erbij komen. Ja, maar dat is meer ondanks. Dat komt door het geloof. En ik denk ook niet dat mensen... moslim worden door een ander, omdat hij heel erg praktisch zit. Nee, maar omdat de inhoud in de Koran
zo prachtig is en zo mooi is, dat iemand daarvan overtuigd wordt. En dat hij iemand ziet, is meer een seba en dat is meer een middel. Klopt, maar goed, als je gaat kijken, kijk, ik heb niet heel veel kennis van de islamitische geschiedenis of zo. Maar wat ik wel weet is bijvoorbeeld de eerste islamitische kooplui die bijvoorbeeld van het Arabische Schiereiland naar het oosten gingen. Waar blonken die in uit? In eerlijkheid. Ja, nou, ja. Dus als ze bijvoorbeeld in Indonesië aankwamen of in Maleisië, wat dan ook, en die kooplui, die stonden versteld van het feit hoe eerlijk de moslims waren. Dus de manier van handelen was zo eerlijk. Ik heb toevallig ook een boek daarover gelezen. En het is eigenlijk zelfs zo mooi dat wij niet eens in levende wezens mochten wij geen winst maken. Kamelen en dat soort dingen. Er werd heel anders mee omgegaan als bijvoorbeeld linnen, zijde en anders. Dus ja, dat is eigenlijk de beste manier. Maar inderdaad, wat je zegt. Maar dat was wel een voorbeeld waarvan mensen kunnen denken van, hey, die kerel die is ethisch zo verheven boven mij. Die is zo eerlijk. Stel je voor dat ik met iemand in contact kom en ik zie dat hij zo ver, zo eerlijk is dat je er zelfs van schrikt. Toch wel even vragen van, hoe komt dat? Om even helemaal terug te komen op die Norman Ali Khan. Nou, hij zegt van, als wij moslims het goede voorbeeld dus geven en dat we iets bijdragen, weet je, dan wordt het voor de buitenwereld makkelijker om ons te waarderen dan op dit moment. Ja, maar ik denk niet eens zozeer de buitenwereld. Gewoon laten we naar onze wereld eerst kijken. Mm-hmm. En dat we daar elkaar in eerst ondersteunen voordat we kijken naar wat de buitenwereld van ons vindt. Want ik denk dat wij juist te veel bezig zijn met de buitenwereld. Want die buitenwereld is ook niet zo bezig met ons. Ja, die is bezig met ons naar beneden aan het halen. Mm-hmm. Maar al zouden wij ons meer focussen op onze eigen mensen, op onze eigen doelgroep, onze eigen gemeenschappen, dan krijg je daar verandering in. Dat je elkaar ondersteunen, complimenten geven, elkaar kunnen steunen. Kijk, het is hartstikke mooi hoe de groei en de ontwikkeling nu is. Ik hoop dat het zo blijft voortbestaan. Dat er bepaalde mensen gewoon iets kunnen doen en zichzelf kunnen opbouwen en ondernemingen kunnen starten. En dat er mogelijkheden, wat er wordt aangeboden vanuit het Westen of wat dan ook. Nee, ik denk dat wij langzaam wel weer teruggaan naar een tijd. Mm-hmm. Dat wij als moslims zijnde ook zeker wel heel veel invloed kunnen hebben. Want hoe meer wij onder druk staan, des te creatiever wij worden. Mm-hmm. En hoe creatiever wij worden, ja, des te mooier de dingen daar weer uitkomen. En ook weer oplossingen komen. Oké, dus we hebben het even nodig, deze... Ik denk het wel. Weet je, soms... je kan niet altijd... weet je, ja... je moet niks, maar ik bedoel meer om te zeggen dat... Als er zo'n tijd is, het enige wat je kan doen, is het tegendeel bewijzen. En niet zozeer tegendeel bewijzen naar anderen toe, maar voor jezelf. Dat het daarbij begint. Daar begint het voorbeeld al. Bij je eigen gezin, bij je kinderen, bij de mensen die je lief hebt. Als het daar al goed gaat, dan kun je kijken naar de buitenwereld. Met flikkers bedoel ik niet de homo's. Want in de hiphop gemeenschap is het heel duidelijk dat als je praat over flikkers, want heel veel mensen gebruiken het woordje flikker, dat je praat over vieze mensen. Maar bijvoorbeeld homo's kunnen zich best wel aangesproken voelen door dat soort tekst. Dat kan, maar ik heb toch uitgelegd dat ik geen homo's bedoel. Wat moet ik nog meer doen? Dus je bent eigenlijk pro-homo's? Nee, dat ben ik ook niet. Ik heb niks tegen homo's en ik heb niks met homo's. Jullie allemaal donderen van het plein, hoe komen jullie aan? Maar ik weet wat ik ermee bedoel. Ja, maar heel veel andere mensen niet. Die nemen jou dat wellicht kwalijk. Ja, oké. Dan is dat hun probleem. Je vraagt je af in mijn stom, maar diegene bestaat niet. En ik haat die fucking Joden nog veel meer dan de nazi's. In de tekst zeg je, ik haat die fucking Joden nog meer dan nazi. Het rijmt. Dus dan mag het? Ja, dan mag het voor mij. Ik snap je dat mensen daar boos om worden? Ja, als jullie mensen zoals Ponius dat zo naar buiten brengen. Maar je hebt toch zelf die teksten gezegd? Ja, maar jullie verdraaien ze. Jullie brengen ze heel... Bredaanse rapper haat Joden. Bredaanse rapper haat... Je zegt, ik haat die Joden nog meer. Dat is toch logisch? Oké, hier ga ik niet meer op in. Fuck jullie allemaal. Fuck Ponius, ik hoef niks van jullie. Het is de laatste keer dat jij René Heuvel kan filmen. Ik kan hier moeilijk naar kijken, man. Ja, begrijp je dat? Ja, ik... Nee, dit is, ik weet niet, ik vind dit lastig. Ja, het is ook lastig. Ik denk dat Ismo wel heel goed wist wat hij deed. Alleen hij kan het misschien niet goed verwoorden. In de rapwereld bestaan dingen zoals metaforen. Dus dat je bepaalde dingen naar voren haalt. Kijk, ik had het heel anders geformuleerd. Wanneer het komt tot flikkers, dan kan je altijd zeggen van dat zijn mensen die, zeg maar, in onze gemeenschap, straat, moet zo te zeggen, het laagste van het laagste. Dat is gewoon een soort van synoniem voor. Mm-hmm. Ja, wat betreft de Joden, ja, dat is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp.
Maar überhaupt, waar gaat het over? Ze willen aandacht voor bepaalde zaken. Ja? Ze weten ook om bepaalde zaken naar voren te brengen. En soms moet er iets scherps tussen zitten om die aandacht. Hoe ga jij jezelf onderscheiden van alle rappers die er zijn? Dan moet je af en toe iets zeggen wat mensen toch een beetje wakker schudt. Alleen, wanneer je dat zegt, moet je het wel kunnen onderbouwen. Wat we hier zien, is dat hij het wel probeert. Alleen, in zo'n geval zou je een interview nooit met je vrienden van op straat moeten doen. Want als die zich ermee gaan bemoeien, dan krijg je helemaal een verkeerde beeldvorming. Maar wat vertellen deze jongens de wereld dan nu? Want ik, als ik heel eerlijk ben, ik herken er geen boodschap in. Hoor. Nee, ik ook niet. Maar ik denk dat ik ook niet meer op die leeftijd ben dat ik me daarin herken. Het enige wat ik vind dat je er wijzer van wordt, is hun ondernemerschap. Is dat ze toch een bepaalde format hebben waar ze hun eigen verdiensten kunnen maken. Tenminste, dat ze geld kunnen verdienen op een nette manier. Zonder daar drugs voor te verkopen op straat of dingen te gaan doen op straat die hun nog meer in problemen brengen. En wat kan ik inhoudelijk van ze leren? Wat ze mij te vertellen hebben? Weinig. Weinig? Ja. Dat is inclusief mijn eigen muziek. Ja. Weinig. Ja? Ja. Dus ook, ik, van jouw muziek kan ik ook weinig leren. Maar ik kan er beter niet naar luisteren. Ja. Als iemand mijn muziek opzet, dan heb ik zoiets van, nee man, zet af. Zet af? Ja. En waarom? Ja, misschien een afkeer. Ja. Of een terugkeer. Maar je hebt niet, ik kan weinig echt inhoudelijk leren. Ja. Want je kan het heel anders interpreteren. Ja, weet je? Ja. Wat ik bedoel, betekent niet dat het zo bij jou binnenkomt. Dus je zou nog een tafsir erbij moeten schrijven. Ja, bijna wel. Ja. En dat moet dan ook weer. Dus je blijft maar doorgaan. Ja. Dus het heeft geen zin. Net zoals dat je constant interviews moet blijven doen om een vorige interview. Heeft geen zin. Als jij een mening hebt, prima, houd het lekker voor je. Heb je een familie, gezin, zorg voor je familie en gezin. Zorg ervoor dat het meest belangrijke is. En hoe je het doet, ja, zorg gewoon voor dat je van de haram wegblijft. Ik hoef niet te denken dat ik nu vanuit de rapwereld wijzer ga worden. Ik ga me erin storten of voor boodschappen en voor. Nee, want jij wordt ondernemerschap misschien. Je weet hoe je misschien. Voor ondernemerschap kan ik ook naar. Ja, ik kan ook iets anders. Kan ik een slagerij beginnen of zo. Ja, dat kan ook, weet je. Maar ik bedoel meer om aan te geven dat het. Nee, je hebt wat leren van. Weinig. Ja, je leert mensen kennen. Ja. That's it. Weet je, je hebt bepaalde privileges die andere mensen niet hebben, maar je verliest je anonimiteit. Je wordt geïdoliseerd. Er wordt anders met je omgegaan. Terwijl, ja, wat maakt mij anders dan iemand anders? Ik ben gewoon nog steeds mens. Mm-hmm. Het menselijke gaat er vanaf. Als jij steeds groter wordt, gaat het menselijke vanaf. Je hebt mensen die voor je gaan werken. Je hebt eigenlijk geen respect, want het draait voornamelijk om jou. Mm-hmm. Ja? Dus als ik voor mezelf spreek, dan denk ik van ja, het is allemaal lucht. Weet je, en ik word daar niet wijzer van of zo. Ja. Snap je? Ik heb heel veel, laat ik het zo, ik heb hele mooie tijden ervaren. Mm-hmm. Ik heb heel veel mogen reizen dankzij mijn muziek. Ik heb heel veel mooie mensen ontmoet. Maar inhoudelijk gezien voegt het niet meer toe. Weet je, het vult niks aan in mijn leven wat mij een voldoening geeft, zoals mijn kind mij een voldoening geeft. Of dat het werk waar ik nu mee bezig ben om andere mensen werkelijk in praktijk te helpen. Mm-hmm. Je bent juist heel erg gedistanceerd van de werkelijkheid. Wat ik kan zeggen is het feit dat je muziek maakt, gewoon moet beseffen dat het invloed kan hebben en schade met zich kan meebrengen. En wil je zelf daar niet verantwoordelijk voor zijn, dan moet je zelf de keuze maken om daarmee te stoppen. Voor jezelf, maar ook voor anderen. En vandaar dat ik ook zeg, luister mijn muziek niet meer. Omdat ik heb daar geen voldoening bij en je doet me zeer. Hoe meer jij naar mijn muziek luistert, des te meer ik het gevoel heb dat ik nog meer gestraft zou worden.